Ik weet dus namelijk dat vader Abraham, die stopt hem het liefst in de kont. Er is een verhaal, en dat is echt waar. Een vriend van mij, die heeft een collega, die is in zijn vrije tijd taxichauffeur. Ja. Die doet in de weekenden, vervoert hij zakenlui. En hij heeft een vaste zakenman die dus om de twee weken naar een bordeel bracht. Ja. En dan zette die zakenman af. Dan bleef hij zelf in de auto zitten. En dan kwam dan een uur naar de rand, kwam die zakenman weer naar buiten. Dan stapte hij weer in en dan reed hij weer ergens anders naartoe. Eén keer stapte vader Abraham het bordeel naar buiten. Toen had die chauffeur gezegd tegen die zakenman. Is dat, klopt dat nou? Zag ik nou straks vader Abraham naar buiten komen? Ja, ja, zeker. Ja, ja. Sterker nog, die heeft dezelfde prostituee waar ik mee... En toen zei hij dus tegen die zakenman. Vind je dat niet vervelend dan? Dat je dus dezelfde vrouw in bed duikt waar vader Abraham net op heeft gelegen. En toen zei die zakenman van nee. Vader Abraham stopt met een ander gaatje.